Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een bakkerij, Jos Hendriksen, de Brink, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Zingt u maar mee. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de koningskinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien, het raadhuis met een paard ervoor. Raleisoesdijk vlakbij het spoor, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Lieve mensen, welkom in het Museum van de Barendse Geschiedenis. Misschien bent u een van de eerdere edities van zo'n avond hier wel in het theater geweest en zo niet. Van harte welkom en zowel van harte welkom. Het thema dit jaar, landelijk, van de Maand van de Geschiedenis is aan het werk. En we hebben verschillende verhalen die een link hebben, of die wel volledig in Baren zijn gebeurd, uit de geschiedenisboeken gevist, ingestudeerd, om met u te delen. En dat heb ik niet gedaan vooral. Ik stel in dit geval de vragen. Ik ga zo meteen daar zitten. Maar we hebben Frits Boy, Machteld Oltoff, Wil Hoordijk en Baarnaar Gijs Dorrestein, die allemaal verhalen vertellen. En dat larderen we vanavond met een vleugje cultuur. En zo gaan we van Hoogbaren tot Anna Paulowna, wat misschien wel een klein beetje Hoogbaren kan zijn, en Pieter Cornelis Hasselaar, wat een van de eigenaren van Kasteel Groeneveld was. Ik zou zeggen, ga ervan genieten en laten we meteen de eerste gasten naar voren halen. Gehuld in authentieke kleding, kan ik wel zeggen, want we duiken meteen in de middeleeuwen met Machteld Oltoff en Frits Boy. Als wie zit jij daar, Frits? Ik kom uit de hoogste Russische familie. Ik ben geboren in Sint-Petersburg. Mijn vader was tsaar. En uiteindelijk ben ik getrouwd met een prins van Oranje. Oftewel, Anna Paulowna. Anna Paulowna, tot uw dienst. Ja, Machteld, ik begin bij jou, want jij hebt iets minder chique kleding aangekregen. Ja. Jij vertelt het verhaal uit de middeleeuwen. Ja. Waar kijken wij naar, Machteld? Dit zijn grenspalen. Ja. Het is er eigenlijk één. Aan de voorkant gefotografeerd en aan de achterkant. Hij staat bij Bosoort. En voor degenen die niet weten waar Bosoort is, dat ligt schuin achter Kievitsdal. Die grenspaal die heeft aan de voorkant, aan de Utrechtse kant, het wapen van Utrecht, het bisschoppelijk wapen, met twee kuisjes, twee leeuwen. En aan de andere kant de staande leeuw van Holland. Dat is de kant van Holland. Want het geeft aan de grens tussen Utrecht en Holland. De staande leeuw van Holland. Ja. En dit is dan zo'n leeuwenpaal. Ja. Is daar er één van of zijn er meerdere van? Nee, eigenlijk was er één leeuwenpaal, maar die staat helemaal bij Huizen. Maar er staan er nog 22. Of stonden er, ze zijn er niet allemaal meer. Maar het zijn allemaal grenspalen. En je moet je voorstellen, dat begon dan bij de Zuiderzee, de hoogte van Huizen. En die gingen bijna in een rechte lijn, af en toe een knik, op de Dom in Utrecht af. Dat was de grens, maar die is pas in 1719 vastgesteld. Je ziet hem hier een beetje lopen met knikken. Ja. En sommige die staan dus op een hele herkenbare plaats, ook bij Kievitsdal, sommige in het bos en soms op een hele onverwachte plaats, midden op de snelweg bij Eemnes. Is dit u ooit opgevallen? Nee. Nee. Misschien volgende keer als u er langs zijt, dan denkt u niet te lang kijken natuurlijk. Nee, alsjeblieft, blijf voor u kijken. We hebben al zoveel vertraging op de snelweg. Ja, maar de reden dat je dit laat zien is omdat we het gaan hebben over de grensperikelen in de middeleeuwen. Ja. Tussen Holland en Utrecht. Ja, klopt. En dat heeft iets te maken met turf. Turf was een hele tijd niet belangrijk. Het was eigenlijk een beetje een arm gebied. Veel heidevelden, er was bos. Je kon er niet zoveel mee. Maar toen het bos als brandstof een beetje op begon te raken, ontdekte men dat. Anna Paulowna. Daar in een iets ander kostuum, maar wat jij draagt op dit moment heeft dezelfde tijdsgeest. Ja. Wat was zij voor een vrouw? Nou ja, ik kwam dus uit een hele chique familie, wat ik al zei.
En de dochter van de tsaar. Dus ik was een begeerlijke bruid. Dat begrijp je wel. Heel Europa keek reikhalzend naar me uit. Niet alleen omdat ik er aardig uitzag, maar omdat ik een aardig vermogen achter me had. Maar er gebeurde iets verschrikkelijks. Toen ik 7 was, toen werd mijn vader vermoord. Nou kwam dat goed uit, want het was een heel lastig man. Maar dat was toch wel een rare manier van doen. En mijn broer, Alexander, werd toen tsaar. En die broer van mij, die had gevochten tegen Napoleon. Samen met Willem Frederik, de prins van Oranje. En dat vond ik wel een leuke vent. Mm-hmm. Zijn verloving met een Engelse prinses was net verbroken. En ze hadden mij notabene willen koppelen aan Napoleon, zeg. Moet je voorstellen, zo'n parvenu. En dan met mij, zo'n meisje uit zo'n hoog geslacht. Hoe haalt ze het in een malle hoofd? Ik begrijp het nog steeds niet. En de Franse koning wilde mij ook hebben voor de kroonprins. Maar ja, dan moest ik katholiek worden. Daar parkeerde niet over. Ik ben orthodox, Russisch-orthodox opgevoed. En dat wil ik ook zo houden. Uiteindelijk getrouwd met Willem de Tweede. Ja, ik trouwde na het slag bij Waterloo in 1816 in Sint-Petersburg met Willem. En dat was een prachtig feest. We trouwden 2 keer. Eén keer voor de Russisch-Orthodoxe kerk. En 1 keer heel stiekem een achterafzaaltje voor de protestante kerk. Want de familie Oranje die wou dat wel hebben natuurlijk. Dus dat hebben we maar gedaan. We hebben net gekeken naar een soort wolvenplaag. Ja, klopt. Niet klopt. Zomaar. Nee, het is een roedel wolvinnen, hebben we net gezien. En het komt omdat als we het over grensperikelen hebben, dan is er nog een creatuur wat daar ook een rol in speelt. Dat zijn namelijk de wolven. Misschien is niet iedereen zich daarvan bewust, maar ook in de Vuurse bossen hebben in de middeleeuwen wolven rondgelopen. Wil jouw personage, Laurentia Clara Elisabeth van Haaften, is getrouwd geweest als hoeveelste vrouw eigenlijk van Pieter Cornelis? De derde vrouw. De derde vrouw. En ik bracht ook een flink fortuin mee. Want ik was weduwe en ik had ook veel geërfd. Ja, we zitten in de 18e eeuw. Hierachter in zwart-wit ziet het er een stuk soberder uit. Maar je ziet er prachtig opgedoft uit. We gaan vooral inzoomen op Pieter Cornelis Hasselaar. Ja, hij heeft me alles verteld. Ja. Waar is hij geboren eigenlijk? Hij is geboren in Nederlands-Indië. En tot zijn 12e jaar heeft hij daar gewoond. En zijn vader die had daar ook een belangrijke functie bij de VOC. Maar hij had hard gewerkt, maar hij werd toch na 40 jaar ontslagen wegens verregaande corruptie, smokkelarij, onzedigheid en andere onwelvoegelijkheden. En toen moest hij terug naar Nederland, maar wel met een groot fortuin. En toen kwamen zij terecht in? Toen kwamen ze terecht in Amsterdam en toen was Groeneveld te koop. Nou, dat leek hem wel wat en die heeft Groeneveld gekocht. Maar helaas, het was in 1735, hij heeft er maar 2 jaar van kunnen genieten. En toen overleed hij en toen was hij Pieter Cornelis, nog maar 17 jaar oud, die erfde Groeneveld. Je kan het erger treffen. Je kan het slechter treffen, ja. En hij was nog heel jong, maar hij is ook nog even teruggegaan naar Nederlands-Indië. Want ja, maar dat Pieter is nog Cornelis was wel een type, zullen we maar zeggen. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, hij trouwde. Opa, kijk, ik vond op zolder een foto van het oude baarn. Is dat hier een grote polder? Ja, dat kan. En dat een oude straatlantaarn?
gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goede oude tijd. Daar is het water, daar is paleis, waar je altijd lopen kon bij Davy Lane. Ja, Hendrik van Mecklenburg. Voluit Heinrich Vladimir Albrecht Ernst. Ja. Dat Vladimir, dat duidt wel. Nou, dat geeft meteen wat weg. Ja. Daar zie je aan dat ik van de Romanovs afstam. Dat is een oude Russische tsarenfamilie. Mm-hmm. En mijn bedovergrootouders zijn de overgrootouders van mijn vrouw, koningin Wilhelmina. Dat is wel een eind weg. Zeker, een heel eind weg. Wilhelmina die was ingehuldigd, maar niet getrouwd. En dat was het grote probleem van de Oranje familie. Was de enige die overgebleven was uit het gezin van koning Willem III. Mm-hmm. Dus het was wel belangrijk dat Wilhelmina ging trouwen en dat er een troonopvolger kwam. En toen hebben ze rondgekeken in de adellijke families. En uiteindelijk zijn ze in Mecklenburg voor Pommeren terechtgekomen. Waar in Schwerin, daar staat mijn ouderlijk slot. Dat zien we, het is een prachtig optrekje. Ja, daar geboren ben. En waar ik dan ook in het leger heb gezeten. De gardejagers, eerste luitenant. Jij hebt een hele ondernemende familie, familie Dorrestein. In welk jaar ben jij geboren in Baren? Ik ben in 1946 geboren. Ja. En ik zeg ondernemende familie, want dat is het. Nou, dat mag je wel stellen, ja. Ja, onder meer transportbedrijf Dorrestein? Ja, transport. In de totale familie hebben we, ja, naast hebben we ook nog Studio Baren ooit gehad en gepresenteerd. Havenbedrijf in Beverwijk, DSB, wat mijn andere broer nog steeds heeft. Vroeger waren wij daar een driemanschap. Maar door de leeftijd zijn de dingen gesplitst en veranderd. Hoe zag de Oosterheide vroeger uit? Nou, wat mij vooral opviel is, of opgevallen is, in die tijd was de Oosterheide autovrij. En dat was eind 50 jaren. Of begin 60 jaren, dat we dus als transportbedrijf wat meer begonnen te ontwikkelen. En meer eenheden en meer mensen aan het werk kregen. Waardoor er in dezelfde periode ook meer personenauto's in de straat kwamen. Maar de mensen die dus een auto voor de deur hadden, die hielden er gewoon rekening mee dat er voldoende ruimte bleef, dat de vrachtauto's en de tractors van Dorrestein er mooi doorheen konden gaan zo. En dat is tot dan vet 70 jaar of bijna 80 jaar is het zo gebleven. Wat herinner je als klein jochie op de Oosterhei? Was het veel buitenspelen? Hoe ging dat? Ja, buitenspelen was natuurlijk wel populair bij de kinderen op de Oosterhei. Maar in mijn positie was ons spel was gewoon met de vrachtauto of met de melkauto mee. Omdat dat, tielt ons van de straat. Mijn moeder had geen omkijken, we waren weg. En we leerden wat. Just like love will.